De wet van Snellius. Als licht van het ene medium naar een andere gaat, dan breekt de lijn waarin het licht zich voorbeweegt. Het buigt af door het verschil in dichtheid van het medium. De hoeken van de inkomende en de uitgaande lichtstralen kunnen op deze manier worden gerelateerd aan de brekingsindex van verschillende media. Als het licht zoveel breekt dat de uitvalshoek groter wordt dan 90 graden, dan gaat het licht weer terug in het oude medium. De invalshoek waar dit gebeurt, noemen we de grenshoek. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.